Ja, Fenna, matchwinner. Hoe lekker is dat? Ja, ik denk als je zo'n wedstrijd met 3-2 wint tegen PSV, dan ben ik natuurlijk blij. En we hebben echt een hele goede teamprestatie neergelegd. Ook met alles wat er in de eerste helft is gebeurd, denk ik dat dit gewoon een heerlijk gevoel is. Ik vind je nog best cool eigenlijk. Ik had een veel meer springende Van Akalma verwacht. Nee, ja, weet je, ja. Ja, ik ben gewoon eigenlijk alweer bezig met volgende week. Je wint een topper, hè? Je wint een topper. Ja, dat is waar, maar dat was ook nodig. Want als je hier vandaag niet wint, dan wordt het gat zo groot met Ajax en met PSV. Dan wordt het heel lastig. Dus dit was gewoon nodig. En natuurlijk ben ik heel blij en trots op iedereen in het veld. En gewoon blij en trots overheerst. Ja, heel erg blij. Vooral met de teamprestatie die we hebben geleverd. En dat je 3 punten haalt is natuurlijk heel belangrijk. En ik ben een blij persoon. De openingsfase was voor PSV. Wat ging er volgens jou met jullie nog niet helemaal goed? Wat beter ging later? Nou ja, we hadden eigenlijk hele duidelijke regels. We wisten dat PSV natuurlijk veelal die bal zoekt in onze rug. En wij wilden wat hoger op het veld staan om iets meer druk te zetten. En dat ging in het begin niet helemaal soepel. En daardoor kwamen we ook denk terecht op een 1-0 voorsprong. En ik denk dat we daarna, natuurlijk na het incident wat er gebeurde op het veld, het even met elkaar hebben gepraat en daarna goed hebben rechtgezet. Als je eigenlijk het veldspel bekijkt, ging het bij... het ging wel een beetje op en neer, maar we merkten toch wel dat we voetballend wel beter waren. Op een gegeven moment peerde alleen maar die ballen naar voren en hoopte dat hij goed viel. Nou ja, we hebben het goed verdedigd, dus het is zeker zwaar bevochten, maar het voelt goed. Na die verschrikkelijke blessure zijn jullie beter gaan spelen. Ja, is ook zo. En wat ik al zei, we kwamen even bij elkaar, we hebben de puntje op de i gezet en even alles aangescherpt. En ja, daar komt er zoveel emotie bij. En dan besef je echt, je moet gewoon genieten dat wij kunnen voetballen. En dat hebben we ook gedaan. Ik wil even nog naar jouw goal. Je mag hem zelf ook even bekijken op het scherm. Want wij zagen eigenlijk al bij jou, toen die bal voor ging komen, dat je een vingertje liet zien. Van, ik wil hem daar hebben. Hebben wij dat goed gezien of was er iets anders aan de hand? Ja, ik denk het wel. Bente loopt door en dan prik je hem zo bij die eerste paal binnen. Ja. Had Van Veenendaal moeten hebben, denk jij? Of was dit gewoon echt jouw slimmigheidje en dus jouw goal? Ik zag dat gat daar en ik wijs en ze geeft hem precies goed. Het is gewoon topbal van Bente. En ik denk, ik moet er gewoon voorkomen. Ik moet voorkomen en dan alleen maar aanraken en dan gaat hij erin. Hoe wordt de winnende gevierd in Huize Kalma? Ja, deze was wel lekker, moet ik zeggen. Ik heb een tijdje niet gescoord en dat is zoals voor een spits is dat natuurlijk nooit helemaal een lekker gevoel. Desondanks dat we de afgelopen 2 wedstrijden gewoon gewonnen hebben, waar ik gewoon blij om ben. En als het bij de een niet lukt, dan moet de andere opstaan. En dat hebben we ook een aantal speelsters gedaan en we moeten elkaar meetrekken. En ik denk ook dat we genoeg speelsters daarvoor hebben, een aantal Oranje Leeuwinnen. En ja, we hebben gewoon zulke goede speelsters, we hebben zoveel talent. En als dat eenmaal gaat lopen, dan zie je het zoals vandaag, dan ben je een topper. Ja, het moment die bal kwam eraf en ik dacht eigenlijk niet na. Je ziet hem nu op tv, ik dacht niet na. Ik krulde hem gewoon lekker erin. Ja. En dat is gewoon het lekkerste moment om voor je team er te zijn eigenlijk. Ja, wij weten eigenlijk ook wel, als jij daar die bal hebt, wat er dan gaat gebeuren. Maar dat weet je zelf ook, hè? Ja, nu wel. Ja. De achterstand op Ajax die is nu natuurlijk aanzienlijk, maar die komen volgende week. Ja, die komen zeker volgende week. We hebben nog wat goed te maken eigenlijk van de eerste wedstrijd. We zitten goed in de flow. We werken hard om terug te komen. En ik hoop dat we het volgende week ook door kunnen zetten.